1962. Tineke begint als eerste Nederlandse vrouw met een eigen radioprogramma. Koffietijd. 1982. Niemand gelooft nog in middagtelevisie. Maar Tineke start een succesvolle en lange reeks dichtbekeken uitzendingen. 1987. Voor de derde keer Tineke in een pioniersrol. Ontbijttelevisie in Nederland. Vanaf aanstaande zaterdag om de drie weken van 8 tot 10 uur op Nederland 2. Aanstaande zaterdag komt Veronica bij je ontbijten. Zorg dat je om 8 uur wakker bent.